Schud de spelkaarten door elkaar. Verdeel vervolgens de spelkaarten onder elkaar. Probeer nu een kwartet te verzamelen. Dat zijn vier dezelfde kaarten, bijvoorbeeld de kaarten van een vis. Dit doe je door aan het speler een personage te vragen. Bijvoorbeeld, heb jij een vis voor mij? Heeft de speler zo'n kaart, dan moet hij of zij deze afgeven. Heb je een kwartet, dan heb je gewonnen en kan je de kaarten in de juiste volgorde leggen. Kijk hiervoor naar het aantal symbooltjes rechtsboven op de kaart. Nu ontstaat er een leuk verhaaltje die je kan voorlezen.